Het is donderdag 17 augustus. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Broers uit Pessen omgekomen bij verkeersongeluk in Duitse Meppen. Verhoogde dak van Drenthe op tijd klaar voor EK wielrennen. En 15e editie van het Boerenrockfestival gaat van start. Voor de mensen die vanmorgen de deur uitgaan bent zonder jas, ik denk dat ze spier hadden in de loop van de dag, want er stond een frisse wind. Meer over het weer straks naar het Nijs. Goedenavond. Twee broers uit Pessen van 19 en 12 jaar oud zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde gisteravond in het Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen. De broers reden op de B402 richting Nederland toen ze bij een inhaalactie frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen botsten. Ze overleden ter plekke aan hun verwondingen, meldt de Duitse politie. De 59-jarige vrachtwagenchauffeur was in shock en kreeg slachtofferhulp. Nog een dikke maand en dan is het zover. Het Europese kampioenschap wielrennen op en rond de Van Bergen in Weister. Maar voordat de wedstrijden kunnen beginnen, moet nog het een en ander gebeuren op het dak van Drenthe. De nieuwe berg is 63 meter boven NAP, zo'n 15 meter hoger dan het huidige hoogste punt van de Van Berg in Weister. Ook wordt de route iets steiler. De eerste stukken asfalt van het nieuwe dak van Drenthe zijn gelegd, maar er is nog een lange weg te gaan. En ondanks de regen van de afgelopen weken gaat het goed met de werkzaamheden. Het is ongekend, het is voor ons als Tero ook. Je hebt het over 10,5 hectare afdekken in 4 maanden tijd, dat is enorm. Maar het civiele deel ook vooral, ondanks het hele slechte weer wat we gehad hebben en nu schijnt de zon dan gelukkig. Mogen we van geluk spreken dat we zover zijn en dat in ieder geval de asfaltploeg op planning staat. Ook de rest van de werkzaamheden lijkt vooralsnog op tijd te gaan gebeuren. En dat is maar goed ook, want met het EK wielrennen voor de boeg is de tijdsdruk hoog. Eigenlijk moeten we over 2 weken moeten we al klaar zijn. Dus dat wil zeggen, asfalt erop, inzaaien, hekwerken nog plaatsen. Ja, en dan kunnen we los met elkaar. Op een weekend van 17 september, dan zal in ieder geval open gaan voor recreanten. En de week erna is natuurlijk het EK. Maar helaas zullen daarna toch echt de bouwwerken er weer voor gaan. En moet men geduld hebben tot volgend jaar. De liefhebber moet dus nog even wachten voor het nieuwe dak van Drenthe echt geopend is. Volgens Zeewuister is het wachten waard. Nou, ik denk dat het een geweldig belevenis is. Als je kijkt hier nu, een wijds uitzicht zeg maar, over geheel Drenthe heen. Je kunt bijvoorbeeld de windmolens zien richting de Duitse grens. Je kunt de windmolens zien richting de Monden. Ja, het is een geweldig uitzicht, denk ik. Nick Smit meldt zich op de valreep af voor het WK Atletiek in Boedapest. De 26-jarige Assenaar heeft nog te veel last van een botkneuzing boven de enkel van zijn linkervoet. Bij een laatste test in Nederland bleek hij er geen kracht meer mee te kunnen zetten. Smit zou zondag in actie komen op de 400 meter horde en de 4x400 meter estafette. Het Boerenrockfestival in Drouwermond staat op het punt van beginnen. De eerste mensen stonden vanochtend vroeg al in de rij voor de camping. De ene caravan nog gekker dan de ander. Gezelligheid, bier drinken, cross, alles wat wil je nog meer, hè? Inspiratie hadden we genoeg. We hebben er wel de mooiste caravan. Eerste prijs sowieso. Als we een prijs konden hebben. Maar... En s'nachts, je vindt hem zo weer. Bier drinken. Heel veel bier drinken. Hoewel mensen genoeg drinken, moet de organisatie wel rekening houden met de extreme hitte die dit weekend wordt verwacht. We hebben gewoon een calamiteitenplan voor warm weer en dat zetten we in werking als het te heet wordt. Het calamiteitenplan is dat we als het nodig is extra waterpunten in kunnen zetten en dat soort dingen. Er staan een aantal oude bekenden op het podium, zoals Mooi Wark. Maar omdat het festival dit jaar zijn 15e verjaardag viert, sluit een direct een kraantje papi af. Daarnaast is er nog veel meer te doen. We zijn altijd van de verrassingen. Autoblubbering is daar één van. Maar ook het hele festivalterrein is eigenlijk wel iets nieuws. Trek is groter dan ooit. Dus ik denk, om het te beleven moet je gewoon zijn. Nou, we hopen dat we de 50.000 mensen gaan aantikken dit jaar. Je hebt hier het idee dat hier alles kan. Je komt in een andere wereld. Dat is volgens mij een Boerenrockfestival. En dan met heel veel muziek en even alles vergeten en plezier maken. Afbreken of toch maar niet. Het Veenpark in Bargen-Compascuum neigde naar het eerste wat betreft de molen die op het parkterrein staat. De windreus was namelijk in een erbarmelijke staat. Sloop leek dus onvermijdelijk, maar de wind is inmiddels gedraaid. Op de kop af 40 jaar lang staat molen De Berk op zijn vertrouwde plek tegenover het bakkerijtje op het Veenpark in Bargen-Compascuum. Zijn laatste dagen leken geteld, want het Veenpark zag er geen brood meer in.
vanwege de slechte staat van onderhoud. Dat komt omdat de kosten van de renovatie van de molen een zodanig groot deel van de subsidie weg zouden pakken. Dat er minder overbleef voor andere dingen in het dorp en vooral in het museale deel die we veel belangrijker vonden. Het ziet ernaar uit dat u op dat plan bent teruggekomen. Ja, een van de mensen die mij op andere gedachten heeft gebracht is Klaas Renting. Klaas is als een soort projectleider, helemaal vrijwillig overigens, bezig geweest 3 jaar lang om de molen in Sleen te restaureren. Klaas is nu de drijvende kracht. Dit moet compleet vervangen worden. Als je de buitenkant van de molen bekijkt, dan zeg je van loop maar gauw weg. Sloop hem maar. Breek hem maar af. Want dat is alle kanten verrot. Maar dan kom je in de molen en dan word je erg blij. Want het is een fantastische mooie molen. Het metselwerk is nieuw, van 1983. Het rietwerk is nieuw. Er zit heel veel mooie binnenwerk in. En dat is jammer om dat weg te gooien. Het is niet de eerste molen die Renting mede opknapt. Waar komt dat plezier vandaan? Als je maar een klap van de molen gehad hebt, dan ik weet niet wat het is. En het is leuk werk. En in zo'n woensdagmiddag met zo'n clubje aan het werk zijn. En gezellig een bakje koffie drinken en een beetje hoeren. Daar worden we mee betaald. Het Veenpark verwacht de renovatie, als alles mee zit, in ongeveer 2 jaar te kunnen afronden. In Verboden Toegang keken we bijna 3 jaar geleden hoe het ervoor stond met gebouwen en plekken met een roemrijk verleden, wachtend op een nieuwe bestemming. Dit jaar gaan we terug naar 5 van die plekken. En vandaag is dat de oude discotheek Hollywood in Hoogeveen. Ik zie het meer als het podium voor de artiesten vormen. En hier het publiek op deze wijze. Dat zei theaterdirecteur Pieter Bas Rebus ruim 2 jaar geleden over deze bijzondere plek. De oude discotheek Hollywood hier in Hoogeveen. Wat gaat er nou mee gebeuren? Is die wens nog reëel? Dit is Verboden Toegang. Schouwburg, buurtcentrum, oefenruimte, bruiloftenwunderen organiseert, grote vergaderings, beatgroepen, Dizzymens band, alle cultuurtoestanden die we kennen in Hoogeveen. Vooral in de tijd dat er ook nog geen tamboer was en geen poppodium, dat was allemaal hier. De plek waar we nu staan is Markt 6. Dat is een pand dat is in bezit van de gemeente, ongeveer 10 jaar in ons bezit. De grond onder het gebouw is altijd al van de gemeente geweest. En toen er verder niks meer gebeurde, heeft de gemeente het gekocht voor €1. En dat heeft te maken met een ontwikkeling die hierachter plaatsvindt. Want de gemeente voorzag dat de tamboerpassage die hierachter staat, dus een winkelpassage, dat die zou worden verbouwd en omgeturnd zou worden naar woningen. En dan was de vraag of die grond niet nodig zou zijn voor parkeerplaatsen. Het is aan de projectontwikkelaar of het pand nog een zinvolle invulling krijgt of dat het inderdaad parkeerruimte moet creëren. Dan heb je een plek afgescheurd met elkaar, waar je dan uiteindelijk nog eens een keer een stuk parkeerplaatsen van kunt maken. Het parkeerbeleid is een heel ander beleid. Dan moeten we los zien van dit soort mooie oude dingen. We hoeven er niet een discotheek in te zetten, maar we moeten kijken van wat in de nisse omstandigheden dit gebouw weer voor functie kan hebben met de samenleving. En als je er een buurtcentrum van maakt voor wat hier allemaal komt aan woonvorm voor de flats in de buurten. Ik geef de gelegenheid om er misschien ook wat feestjes te vieren, want hier bent ook wel eens 60 jaar getrouwd, ik noem maar wat. Desondanks maak ik er ook een gelegenheid van dat je er uitvaarten kunt doen. Maar ook om soms de popbands van nou te laten oefenen. De muziekverenigings, de bridgeclubs, noem maar op. Dan moet jij eens zien wat hier gebeurt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat je de dingen die je kan beschermen, moet je beschermen. Maar je moet er wel voor zorgen dat de dingen die beschermenswaardig zijn ook gewoon gebruikt worden. Je kan niet iets zomaar laten staan, want dan gebeurt er helemaal niks meer mee en dan verpietert het. Ja, vandaag kun je dus nog gewoon wel een jasje aan hebben. Maar de komende dagen, ja, dan wordt het qua temperatuur zo warm, dan kun je hem rustig thuis laten. Maar een paraplu, die heb je hier en door wel nodig. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Er staat een zwakke noordoostenwind en het koelt af naar 15 graden. Morgen is het dan weer heel aan en weer. Het wordt warm en bruierig, zo'n 27, 28 graden. Ook in de avond en de nacht blijft het lang warm. Het wordt een echte plaknacht.
Kijken we even naar de vooruitzichten. Zaterdag, ja, die begint met wat buien. Het is wel warm, 26, 27 graden. Maar in de middag kloort het op en komt de zon erbij. En dan zondag en de dagen daarna, ja, dan wordt het gewoon weer mooi zomers weer met 26 graden. Tot morgen. Tot zover het Drentse nieuws. Meer is natuurlijk te vinden in de app en op de site rtvdrenthe.nl. Daar lees je bijvoorbeeld over de monsterkano-tocht van Christa en Rick uit Eelderwolde. Na 1800 kilometer langs de Zweedse kust zette storm Hans alles op zijn kop. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.